De Jumbo's supermarkt in winkelcentrum De Elderhof is woensdagavond overvallen. Medewerkers en klanten werden door 4 overvallers met een vuurwapen bedreigd. 2 medewerkers raakten daarbij licht gewond. Hoe vindt u het dat een overval is gepleegd hier op winkelcentrum Elderveld? Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar het is iedere keer wel weer schrikken. Ik denk dat de mensen die daar direct mee te maken hebben, daar geen goed gevoel over hebben. En hoe laat was dat? Dat was misschien rond 9:30. 'S Avonds in de avonduren in ieder geval. Ja. Hoe bent u dat te weten gekomen? Ik ben dat te weten gekomen via het burgernet. Voelt u zich wel veilig in dit winkelcentrum? Ja, niet minder als ergens anders. Nou, dat het overal wel gepleegd wordt, dat soort zaken. Dan is dit geen onveiliger plek als dat je dat vergelijkt met een andere plaats. Nu bent u verbonden aan het winkelcentrum als beheerder. Ja. Wat krijgt u daarvan mee in verband met veiligheidsmaatregelen? Ik weet dat er dus wat verschillende zaken die lopen hier. En in de eerste plaats is hier ook een bepaald circuit van camera's. Zowel in verschillende winkels als helemaal buitenom. Dus beelden en dat soort zaken, daar worden toch steeds wel weer aardig terugbekeken door de politie. Ja, je kunt er natuurlijk geen fort van maken. En dat is natuurlijk... We hebben toen een poosje geleden een beveiligingsmaatschappij hier rond gehad. En daar zijn ook nog wat onderhandelingen mee. Maar ik denk niet dat daar verder nog iets uit komt. Alleen misschien nu wel. Dus we moeten eigenlijk weer afwachten. Maar... Je kunt het niet helemaal afsluiten. Je kunt niet helemaal denken van nu ben ik helemaal 100% veilig. Dat lukt niet.